Op zondag 1 oktober werden bij atletiekvereniging Trias in Heilo de clubkampioenschappen 2017 gehouden ter afsluiting van het zomerseizoen. Er werd gestreden op de onderdelen 100 en 800 meter hardlopen, verspringen, kogelstoten en speerwerpen. Voor de jeugd waren er ook de onderdelen 40, 80, 600 en 1000 meter hardlopen en hoogspringen. Bij de mannen senioren behaalde Dennis Barnhorn de meeste punten en bij de dames de enige deelneemster Emma van der Pal. De pupillen kwamen uit in een vierkamp en de junioren in een vijfkamp. Eline Koens was de beste A-junior bij de meisjes. Stan Nijhuis was de beste bij de jongens junioren B en Sarah Dekker bij de meisjes. Bij de junioren C scoorde Casper Petersen de meeste punten en Yannick Bauer bij de meisjes. Julian Allis behaalde de meeste punten bij de jongens junioren D en bij de meisjes ging de eerste plaats naar Iris Kramer.